Lars van Dijk. Dus Bok is de reeks met Bok. En dan is het de Vries. De Vries sluit aan. De Vries duikt ervoor. De Meijer naar Bok. Dan zijn de kerkhamer op de tweede positie in het totaalklassement. Aan de kop is het nog steeds de reeks. Dan de Vries. Dan Bok. Dan de Vries. En met de Haas. Ja, pak aan. Dit is helemaal aan. Dit is heel veel. Jan de Vries. Maar in het gevecht gaat om die tweede en derde plaats tussen de Vries en Bok. De Vries duikt binnen door. De Vries duikt binnen door ten koste van Jan de Reeks. En het lijkt erop dat hij de gang erin heeft in zijn heusvaarnaam. Hij zit er één keer aan. Hij zit er één zwaarnaam op de tweede positie. De Vries, de Reeks en Bok. Dat is de Grafwijk. Grafwijk gaat aanvullen. Die krijgen wij door de Bok. Het is nog steeds de Vries met Jan de Reeks. Die ontvechten op die eerste plaats en dan is het iets te ver naar buiten en dan kijkt Jan nog even achteraan hoe ver zit de concurrentie achter mij. Ik heb een aardig puffertje. Aan de voorkant op die tweede plaats dan. Dan Jan de Reeks, dan Stoorschot, dan Rick Graafwijk, Robin Daan en heel kent Jan de Vries op de zesde positie. En ze hebben inmiddels de laatste ronde zijn we ingegaan en dan is het Lazar de Vries. De voorkant heeft, dan moet hij hem wel vasthouden. Het is onwaarschijnlijk.